Dag Jeroen Dingemans, welkom bij de ploeg. Misschien is het een beetje onder de radar gebleven, maar samen met jouw collega-trainer Sander Cordeel en Louis Seegaard was jij ook een van de belangrijke transfers van deze winter. Hoe bevallen de eerste weken? Supergoed. Hiervoor hadden we al enkele maanden hard gewerkt, want onze job is natuurlijk niet nieuw begonnen, maar al in begin oktober zijn wij al hard aan het werk gegaan met ons drie. Want Loïc, Sander en ik, wij werken samen als een nieuwe trainer in het performance team rond de renners. En ja, de voorbereiding was goed tot nu toe en de stage is tot nu toe ook supergoed verlopen. We krijgen fijne reacties, we krijgen leuke feedback en we geloven dat we een goede nieuwe wind binnen de ploeg zijn als trainers. Trainers, maar ik denk dat er nog veel meer bij komt kijken bij jullie job. Hoe zie je jullie rol binnen de ploeg? Ja, dus wat wij nu intern als trainer, want ik denk dat het voor het eerst is dat er zoveel interne trainers zijn, wat wij proberen te coördineren, is dat alle vakgebieden op elkaar zijn afgestemd. Dus wij zorgen dat er wordt gecommuniceerd met nutritie, met de artsen, met de ploegleiders. We gaan ook vaak aanwezig zijn op wedstrijden, wat ook maakt dat we mee in het peloton zitten en niet alleen maar naar data kijken, maar dat we ook mee kijken wat er in de wedstrijd zelf gebeurt. Dus een heel groot verschil, denk ik ook, ten opzichte van voorbijgaande jaren, is communicatie tussen alle stafleden, zou ik zeggen. Naast jullie is er dus ook een extra nutritioniste aan boord gekomen. Er is een samenwerking met UGent. De zaken bewegen wel in de ploeg, dat is duidelijk. Mogen we daar of moeten we daar nu direct resultaten van verwachten? Of is dat ook iets voor de lange termijn? Ja, ik geloof dat we sowieso dit jaar, wat we nu zien, is heel voorspoedig. De cijfers die we nu zien, de data, de trainingen, dat loopt allemaal heel goed. We werken met de renners die we hebben en we hebben een hele jonge ploeg. Dus sowieso is dit een lange termijnsvisie en een meerjarenplan. Ook zeker de samenwerking met UGent is nog maar enkele maanden opgezet. We hebben daar heel veel plannen rond. We gaan veel onderzoek doen en we gaan qua performance stap voor stap alles nog meer proberen optimaliseren en vernieuwen, zal ik zeggen. En dus voor nu denk ik, we hopen op een heel goed seizoen, maar dit is sowieso niet alleen maar naar dit seizoen kijken, maar verder dan, alleen maar 2023. Wat is het potentieel van deze rennersgroep? Ja, je hebt sowieso een paar heel goede kopmannen. Ik zei, Arnaud heeft, denk ik, ons allemaal vorig jaar verbaasd met het aantal overwinningen. Ik denk dat we misschien niet moeten kijken naar het aantal overwinningen, maar dat we misschien hopen op de kwaliteit van overwinningen, dat we daar een stap vooruit gaan. Ik heb ook het gevoel dat Caleb heel goed op niveau is. Dus dat zijn onze twee overwinningpakkers, zal ik het zeggen. Maar daaronder is echt een heel sterke, brede kern, die nu ook, zeker met het nieuwe puntensysteem, er liggen opportuniteiten voor die jongens ook, waar dat ze misschien op sommige koersen vroeger meteen in dienst moesten rijden, denk ik dat we nu heel collectief en offensief kunnen koersen. En ik hoop dat dat heel goed uitdraait. Want ik geloof met een offensieve, interactieve manier van rijden, dat er heel veel jongens boven zich uit kunnen stijgen. Sowieso. Ben je als nieuwkomer verrast door bepaalde renners? Ik had vorig jaar Florian Vermeers en Cedric Bulles al onder mijn coachingschap, zal ik zeggen. De jonge renners verbazen me wel, denk ik. Iemand als Lennart van Eetveld. Hoewel dat we echt voorzichtig mee moeten zijn en ook naar de toekomst moeten kijken. Maar daar zie ik een heel groot talent in. En ik zeg het, die laag onder de twee kopmannen hangt supergoed in elkaar. Voor mij is het vooral leuk om te zien dat die sfeer supergoed is, dat iedereen er echt voor wil gaan. En ze zijn allemaal het is een homogene groep, zal ik zeggen. En er is niemand die zich beter voelt dan een ander. En die gaan voor elkaar door het vuur. Waarom heb je eigenlijk destijds voor Lotto Destiny gekozen? Goh,
voor gekozen? Ja, de vraag is mij gesteld geweest vorig jaar. Ik denk dat ze bij mij zijn gekomen door het werk met Cedric en Florian. Ik heb daar niet lang over moeten twijfelen. Als coach is dit het summum wat je kan bereiken. Het is superleuk om mee de lijnen te kunnen uitzetten, performance-wise. Sommige zaken die vroeger als externe trainer een beetje frustrerend kunnen zijn, die zijn nu helemaal weg. Nu kunnen we echt ons eigen ding doen. En ik spreek echt in de wij-vorm met Loïc en Sander. Ik denk dat wij een heel goede driepoot zijn. We vullen elkaar supergoed aan. En wij staan als een team achter die renners. En ik denk dat mijn keuze eigenlijk... Ja, ik heb er geen seconde over getwijfeld. En laatste vraag. Wanneer is 2023 voor jou een succes? Wanneer wij hebben kunnen bewijzen dat we zeker World Tour waardig zijn. Ik denk vorig jaar zeker... Vorig jaar was zeker een goed jaar, denk ik. Het waren de jaren daarvoor dat misschien iets minder was. Maar ik denk dat wij allemaal heel tevreden zijn dat we de druk van het puntensysteem een klein beetje van onze schouders zien vallen. Of dat nu met veel overwinningen is of met heel veel top 10 plaatsen. Ik denk dat dat niet heel... We willen natuurlijk veel winnen. Maar er is heel veel te doen rond het puntensysteem en rond onze degradatie. En ik vind niet alles even terecht wat er over gezegd en geschreven wordt. En ik hoop dat we dit jaar kunnen bewijzen dat we een volwaardige ploeg zijn die dicht bij de top 10 komt van ploegenranking. Veel succes daarmee dan. Dank u wel.